Yep, Peter, een van mijn beste vrienden, gaat emigreren naar de andere kant van de wereld. En dat is best raar, want Peter en ik hebben echt veel meegemaakt. Peter de Harder en Kelvin Boerma hebben de toekomst. Misschien weet je dat nog wel. We hadden 4 YouTube-kanalen, een eigen filmstudio. Welkom in de Cinemax Studio! Een heel YouTube-evenement. De Feed Awards komen eraan op 24 maart. Video's met meer dan 19 miljoen views. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het is gewoon te veel om op te noemen. Waar het om draait, is dat deze man gaat emigreren naar de andere kant van de wereld. Voor altijd. Denk ik. Laat ik het zo zeggen, onze relatie is de afgelopen jaren best wel veranderd. We houden nog steeds van elkaar, maar soms spreken we elkaar maanden niet. Peter is weer terug verhuisd naar zijn vader in Groningen. En hij heeft ook gezegd dat hij niet echt een soort afscheidsding wil. Ik geef je graag nog een kus en een knuffel en dan fade ik uit. Dat zei hij. Maar dat kan niet, Peter. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Van mij krijg jij een afscheidsparty. Of je het nou wil of niet. Dus nodigde ik hem uit voor een gesprek. Een sit-down. Om nog één keer goed te praten en stil te staan bij wat we allemaal hebben meegemaakt. Maar wat hij niet weet, is dat aan het eind van dit gesprek een hele lading mensen hem voor de laatste keer gedag gaan zeggen. Hey! Hallo, hallo. Hallo. Ja, dat wordt lekker hier nu. Waar komt dan de noekrit? Yo. Voordat we van start gaan, nog één keer ons verhaal. De korte versie. Oké, beetje context. Het is 24 november 2010 en Peter en ik posten voor het eerst samen een filmpje. Dit filmpje is nogal traag, dus hier even de samengevatte versie voor jullie korte spanningsboog. We lopen beide supercool door een bos in een pak. Ik weet ook niet precies waarom. Maar goed, Peter vindt een videobandje in het gras. Ik vind een videobandje in het gras. Wow, ziek toevallig. Dit moet wel meant to be zijn. En ja hoor, dat blijkt ook zo te zijn, want even later lopen we langs elkaar en bam! De videobandjes worden tot elkaar aangetrokken. We filmden trouwens oprecht toen met videobandjes. Zo lang is het geleden. De bandjes blijken verborgen krachten te hebben ofzo. Want de power uit de bandjes vliegt naar elkaar toe in een epische eindscène. En ja hoor, een dynamisch filmduo is geboren. Cinema. Oh ja, de Creators Productions bedoel ik. Zo heten we eerst. Was ik alweer vergeten. We zaten bij elkaar op school in Groningen en we waren een soort lotgenoten. Want beide maakten we los van elkaar al een paar jaar filmpjes als hobby. Dus besloten we onze krachten te bundelen. Ik was 14 en Peter was 16. Peter bouwde zijn slaapkamer bij zijn pa om tot kantoor. En we maakten de ene video na de andere. Soms best wel goed. I want green papers with dead white guys. En soms minder goed. I'm messing with the man in the mirror. Bijna geen views, geen geld, puur voor de lol. Maar wel met één missie. Namelijk... Oké, we zaten misschien niet helemaal op één lijn. Maar daarover later meer. Waar was ik gebleven? Oh ja, na onze middelbare school verhuisden we van Groningen naar Amsterdam. Niet studeren, gewoon een carrière op YouTube proberen te maken. Hoe moeilijk kon het zijn? Het ging op zich best wel heel erg goed. De views en abonnees namen toe. We maakten honderden video's. Kijkers over de hele wereld. TV, radio, kranten, een eigen filmstudio met personeel. Het ging goed. Het ging geweldig, zou je kunnen zeggen. Maar toen... Er is nooit echt een uitleg geweest. En dat is best wel raar, want Peter en ik hebben meer dan 1000 video's samengemaakt. En daarom leek het me tijd voor een laatste gesprek. Ik dacht, we gaan gewoon lekker wat filmpjes terugkijken. En een beetje keuvelen. Is het een beetje te zuip of niet? Mag ik een andere? Nee, maar echt. Ik wil best drinken hoor. Maar jij hebt waarschijnlijk de lekkerste ook genomen, denk ik. Dat is lekker. Oké. De belangrijkste vraag is, waarom is Cinemax gestopt? Ja. Maar ik dacht, die bewaren gewoon tot het eind. Ja, want eerst is het tijd voor wat diepgang. Huh? Diepgang? Ja, inderdaad. Ik geef jullie de laatste jaren de ene sensationele video na de ander. Maar vandaag doen we het wat rustiger aan. En hebben we het in samenwerking met Movember over stress. En dat kun je gewoon een jaar of twee volhouden. En dan gaat er iets een keer fout. We kijken ongemakkelijke interviews terug. Kijk, ik kan het gewoon in. En ja, en dan denk ik, save me. En we praten over iets waar ik het eigenlijk nooit over heb. Gevoelens. Emotie is gewoon hetgeen wat jou het meeste gun. Ja. En vooral de toegang daartot, want je hebt het. Ja. Dus ga er maar even goed voor zitten, want we beginnen nu. Als wij niet dezelfde hobby hadden, waren wij dan vrienden geweest? Ik denk het niet. Nee. En maar niet op het feit van dat we elkaar niet hadden gemogen, maar dat we gewoon niet in elkaars vaarwater terecht waren gekomen. Ja, want wij chillen wel eens met onze vriendengroep. Uh-huh. En dan heb ik vrij regelmatig het idee dat jij het niet echt naar je zin hebt. Ja, dat klopt ook. Dat is best wel raar, ja. Soms. Ja. Weet je wel? Ik kan me herinneren dat wij op vakantie gingen met z'n allen.
En dat jij gewoon halverwege die vakantie zei, ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn. Ja, maar eerlijk zo. Dat wij ergens aan dachten, hè? Niet als een soort van, ja, nee, ik vind het prachtig, die eerlijkheid vind ik echt mooi. Alleen, fuck niemand zegt dat. Ja, ja. Maar je meent dat dan ook Ja, echt. Ik meen het oprecht. Ja, ja, ja. Maar ik, alsnog, zeg maar, ik ga mee uit respect en liefde die ik heb en dat ik niet wil dat het verwatert. Maar ik ga niet mee omdat ik het leuk vind. Dus hier nu een beetje zo praten met elkaar. Ja, dat vind ik veel leuker. Dus voor mezelf spreek vind ik het nu makkelijker om gewoon met z'n tweeën soort van een beetje dieper te gaan dan als er andere mensen bij zijn. Want er is altijd weer iemand die dan zo'n grap maakt. Ja. En dan ben je er weer uit. Ja. Het is toch lastig om in een groep een soort van even met elkaar te zeggen, hey, hoe gaat het nou echt? Ja. Er was natuurlijk één moment waarop mijn moeder zei, die keuze om niet te gaan studeren was toch best wel een goeie. En dat was dit moment. Kunnen traditionele televisiemakers zoals wij zijn wel eigenlijk een beetje opdoeken, want Peter de Harder en Kelvin Boerma hebben de toekomst. Zij veroveren als cinemates niet alleen YouTube, maar de hele wereld en verdienen op die manier een goed belegde boterham. Wij leken best wel tranquilo hier. Ja, ik niet hoor. Je ziet dat ik ben echt zo nerveus voor die camera. Ja, ik vind het ook echt. Jij was altijd veel beter in. Ja, maar ik kan het gewoon goed verbergen. Okay, ja, ik was stiekem een beetje dood van mensen. Ja, ik kan het echt niet. Uit een soort van verveling zijn we gewoon begonnen met video's maken. En YouTube was puur een manier om gewoon je video's door te sturen naar je familie en vrienden. En ja. Kijk, ik kan het gewoon niet. Ik kan het gewoon niet. En ja, en dan denk ik, Kelvin, save me, bro. Save me. Natuurlijk heb je natuurlijk altijd de droom dat je een soort filmregisseur wil worden. Maar dat hebben wel meer tienjarige Groningse jongens. Vooral Groningse jongens. Ja, vooral. Maar ook even de realisatie natuurlijk ook. Opeens op het meest populaire programma op televisie in Nederland. Ja. Is toch best wel een groot ding. Ja, dat is echt een ding, ja. Moving to the big city is quite a big step. Especially because we are still pretty young. We gingen natuurlijk met z'n tweeën van Groningen naar Amsterdam. Was jij daar soort van altijd op je gemak? Nou kijk, ik zou zeggen ja, toen de tijd wel. Maar eigenlijk denk ik dat het niet zo was. Niet. Juist het doorgaan en knallen, et cetera, en niet stilstaan met wat ik eigenlijk zeg maar voel en welke kant ik op wil gaan. Dat ik heel erg toch gestuurd werd van richting of de aandacht of het geld, zeg maar uiteindelijk. Ja. Dat je dat zat gewoon in die trein zo, ja, de hele tijd. Het was comfortabel, zeg maar. Als ik voor nu dingen die ik nu aan het leren ben, denk ik, shit, dat ik graag daar ook eigenlijk al willen leren. Dat ik eigenlijk ook gaan willen doen. Die dingen heb ik allemaal gemaskeerd. Deden wij maar wat? In zekere zin? Ja, denk ik wel, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Tijd om even naar een volgende era te gaan. Het legendarische tijdperk van World of Cinema. Even verduidelijking. Dit was dus een reality-serie over het fantastische leven van Kelvin en Peter. Ja. Wat natuurlijk vol ups en downs, uitdagingen. Precies. Gloriemomenten, grandioos. 2015 wordt waarschijnlijk ons meest hectische jaar tot nu toe. En wij willen dat jij onderdeel bent van ons avontuur. Ik heb wel in die tijd, met die studio en alles, erop terugkijkend was het best wel stressvol. En voor jou? Ja. Voor jou enorm. Ja. Echt. Omdat ik gewoon dacht, ja, hoe gaat en die dit? Dacht, yes, filmen, sets bouwen, shit doen, dit en ik zag die bankrekening leeg gaan de hele tijd. Ik zeg altijd, we waren toen bedrijfje aan het spelen, niet bedrijfje aan het runnen. Ja, dat is ook zo. En dat kun je gewoon een jaar of twee volhouden en dan gaat er iets een keer fout. De situatie dat een soort van de partner ervoor zorgt dat die stress een beetje er komt, door inderdaad gewoon boormachines te kopen en sets te bouwen en zo. Ik bouw graag die kant op. En daar lag jouw hart lag niet bij films maken op zo'n manier hoe ik het graag wil doen. Je hebt jezelf niet uitgesproken. Nee. Dus dan zit je in een plek waar je eigenlijk niet wil zitten. En dan is het soort van, wordt het nog voor jou meer bevestigd. Omdat inderdaad die gast zes aan het bouwen is. En meer filmshit wil doen. En allemaal rare dingen wil hebben. En gewoon geld aan uitgeven. Allemaal een beetje. Dus op dat vlak leeft je dan niet in je waarheid misschien. Want daarna ook. Jij bent ook de eerste geweest die het heeft verteld en heeft gezegd eigenlijk van, hey, ik voel het eigenlijk niet zo. Ik wil eigenlijk niet op deze manier met jou samenwerken, want dit werkt voor mij zeg maar niet. En dat je daarom zo lang hebt volgehouden en eigenlijk die druk ook heb op je schouders hebt bewaard voor mij, om mijn dromen in leven te houden. Dat vind ik ook heel mooi eigenlijk. We are the Cinemates. And we've been making movies on YouTube for quite a while now. Hoog, tegelijkertijd. Wij zijn gestopt. Vaak betekent dat rechtszaken en ellende en uitkopen en zo. Ja. Dat is niet gebeurd. Nee. En dat hebben wij als vrienden gedaan. Dat is netjes. Man to man, face to face. Ik vind dat best wel. Je deed het. Nou, ik ken geen één verhaal van mensen die dat gedaan hebben. Nee, zeker.
De meeste mensen die gaan er gewoon van kapot. En het is altijd pijnlijk en gedoe en gezeik. En wij zeiden toch tegen elkaar van oké, laten we dat gewoon echt voorkomen. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat is misschien wel hetgeen waar ik het meest trots op ben. Mm-hmm. Binnen onze hele journey. Ja. Is dat zo is geëindigd. Is het kernwoord dan liefde? Liefde. Op zo'n moment? Liefde. Ik denk het echt. Ik heb iets meegenomen, wat hier perfect bij past. Oké. Okay. Nou, jij hebt mij dit gegeven. Aha. Moet je me toch even uitleggen, want... Emotie. Hier staat het woord emotie op. En die gaf je zo, soort van, ja, cadeautje voor je verjaardag. Wat wil je hiermee zeggen? Dat het belangrijkste punt is waar je op zou moeten focussen de komende tijd. Emotie is gewoon hetgene wat ik jou het meeste gun. Ja. En vooral de toegang daartot, want je hebt het. Ja. Het is heel, heel ontastbaar ook, en dat is moeilijk ook, want je kan niet natuurlijk... Qua cijfers of checken of planningen. Het is zo onvoorspelbaar. Je wil gewoon een pil nemen en dat het er dan over is. Ja. Of gewoon even een uur over praten en dan is het klaar. Maar zo werkt het dus niet. Dat heb ik ervaren. Ja, nee. Het is eigenlijk, je hebt nu, is gewoon de poort geopend voor de hobbelige weg. Ja. Het wordt meer, zeg maar, het waarderen van de pijn en om in die diepte te komen, dat is meer de trick in plaats van eroverheen te komen. Hoi man! Nog een keer. Wat ik mis tussen ons is gewoon het samen spelen. Ja. Met elkaar dat ben gespeeld. Ik ook wel meer kwijt omdat jij er niet meer bent. Een soort van even uit de soort van de serieuze mal. Maar ik heb dat nu niet meer. Ja. Dus dat is best wel lastig voor mij, omdat ik, nou ja, zeker de laatste tijd, ik heb jou natuurlijk ook wel verteld, maar die druk die daarbij komt om alles met jezelf te doen als het groot wordt en het is best wel gegroeid allemaal. Ja. Laat ik het zo zeggen, ik dacht wel dat ik een redelijke machine was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En dat, nou ja, weet ook, daar heb ik wel over gesproken, dat was voor mij wel even heavy. Ja. Door gewoon, ik kan denk ik heel goed mezelf vertellen dat ik gewoon niet moet zeuren en gewoon door moet beuken. Precies. Maar om dan toe te geven aan een soort van gevoeletje in je lichaam, dat is voor mij gewoon echt pas vorige maand voor het eerst echt gebeurd. Lekker pik! Lekker pik! Ja, misschien is het toch tijd voor de hamvraag. Ja. Ik las deze comment. Ja, waarom zijn jullie gestopt? Dit kanaal was echt het allerbeste kanaal ooit. Hebben jullie ooit een uitleg gegeven? Nou, Bas, nee. Sorry, Bas. Het saaie en simpele antwoord is gewoon verschillende dromen. Dat denk ik. Ja. En omdat we toch goede vrienden, zeg maar, zijn op het vak. En wat het inhoudt, is dat ik had inderdaad makkelijk kunnen zeggen eigenlijk, Kel, Cinemate is zo'n hele bedrijf. We gingen films maken. We gaan films maken. En als je daarmee 0 euro zou verdienen? Dan zou ik het doen, ja. Ja. Ik zou ook, als ik in de bezemkast moet wonen en ik kan blijven films maken en ik heb de vrijheid nog steeds, kies ik dat boven alles. Ja, en dat is voor mij lastig. Ja. Dus, lang verhaal kort, Peter wilde films maken. Je weet wel, zoals je ziet in de bioscoop. En ik vond dat te veel gedoe. Jaren bezig zijn met een script schrijven of uren doen over het maken van het perfecte shot. Sorry, maar dat gaat er bij mij niet in. Ik ben, zeg maar, meer van de snelheid. De aantallen en resultaten boeken. Peter is meer een kunstenaar en ik meer een zakenman. Misschien juist een goede combi, maar in ons geval helaas niet. Je gaat vertrekken. Mm-hmm. De ballen. De ballen, vriend. Ik ga je niet uit het oog verliezen. Of in ieder geval, ik ga er alles aan doen om jou naar me toe te krijgen. En anders kom ik ook weer hier naartoe. Dus dat ben ik niet bang voor het gemis, et cetera. Tegen dat ik mijn hart kon luchten, deels. Deels. Het is nog niet opgelost, maar het voelt wel als een soort verademingetje. Jij bedankt voor de uitnodiging. Deed me ook goed. Vond ik hartstikke leuk. Voordat het tijd is voor de grote verrassing, wil ik jou vragen om zelf ook een goede vriend uit te zoeken waarbij jij even checkt hoe het met hem of haar gaat. En als je dat gedaan hebt, ben ik heel benieuwd hoe het is gegaan. Laat het me weten door te reageren onder deze video of stuur me even een privéberichtje op Instagram. Dan nu, de verrassing. Nou, zat ik terug te gaan in onze video's, dat zag ik best wel veel mensen die ooit ons ergens een beetje bij geholpen hebben. Gewoon van die stagiaires van 6 jaar geleden. Ja. Ik heb zo'n filmpje laten inspreken. Wil je die zien? Nee. Jawel hoor. Peter, bedankt voor alles. Ik hou van je. Hallo. Bedankt voor het kijken van onze nieuwe video. Duimpje omhoog.